In deze video wil ik laten zien hoe je in photoshop snel foto's met elkaar kunt vergelijken normaal gesproken vergelijk ik foto's testfoto's van een camera of een lens doe ik altijd in lightroom hè? lightroom is er uitermate voor geschikt uh, ik heb er ooit een video over gemaakt linkje vind je onder deze clip dus bekijk die eens even hoe je het in lightroom doet want dan hoef je het niet meer in photoshop te doen maar soms komt het ook wel eens voor uh, dat ik graag ...de foto's ook nog in Photoshop wil bekijken. Op 100% vaak om te kijken of de scherpte of de ruis... ...of wanneer ik de foto in zijn geheel wil zien... ...hoe de achtergrond onscherpt is, van dat soort dingetjes. Photoshop is daar redelijk goed voor geschikt. Maar je moet wel een paar dingen weten. Goed, ik heb hier vier fotootjes openstaan... ...van twee verschillende lenzen bij twee verschillende diafragma's... En die wil ik dus gaan vergelijken in Photoshop. Goed, waar we mee beginnen is het volgende. Je ziet hier links onderaan uh, in de gereedschappenbalk een handje. Nou, klik daar maar eens op. Dan moet je zorgen dat de optie Alle vensters verschuiven, dat die aangeving staat. Doe dat ook met het vergrootglaasje wat je hieronder zit. dus om te zoomen. Daar staat ook een optie Alle vensters, zorg dat die aangeving staat. Dat is nummer 1. Goed, we gaan even terug naar het verplaatsgereedschap. En. Ja, hoe kunnen we nou deze vier, deze vier documenten die ik hier heb, die dus nu naast elkaar staan in de tabbalk, hoe kan ik ze nou naast elkaar zien? Nou, dat is redelijk eenvoudig. Je praat hier over vensters, dus we klikken maar eens op vensters en we willen ze ordenen. En de bovenste optie is inderdaad ordenen. Goed, dan krijg je een heleboel opties te zien. En ja, eigenlijk vind ik op dit moment maar eentje interessant en dat is naast elkaar. Op het moment dat ik op naast elkaar klik, krijg ik de vier foto's naast elkaar te zien. Nou, hij, hij plaatste op een bepaalde manier in dat venster, want de foto is groter dan het venstertje wat je hebt. Overigens, wil je alles groter maken, dus dat je die balk hier aan de, de deelvenster aan de rechterkant niet ziet. En de gereedschap druk op de taptoets. Dus ik druk nu even op de taptoets, krijg ik weer meer te zien van die foto. Ik zie nog steeds dat het op 25% zit en ik zal even de linkerbovenfoto activeren, dat is gewoon door op dat tapje te klikken. Ja, wanneer ik nu de spatiebalk indruk, dan zie je, dan wordt de cursor een handje en nu kan ik de foto verslepen, dus zo kan ik het hele gezicht zien. Wil ik nou nou 100% toe, dan hoef ik niet naar het, het, het zoom gereedschapje toe, waar je het dus straks linksonder zag. Nee, dan druk je de spatiebalk in en je drukt op de command of de controltoets. toets. Je ziet, ik hou de spatiebalk ingedrukt, dan wordt het een handje. En druk ik nu de control toets in of de command toets in, dan wordt het een plusje. Dus wanneer ik nou, ik heb rechter, op, op dit oog heb ik scherp gesteld. Dus wanneer ik daar nou een paar keer op klik, dan ga ik naar 33%, 50%. 66%, 100%. Dat doe ik dus voor alle foto's tegelijk, want dat heb ik aangezet. En het, zolang ik die spatiebalk ingedrukt hou, blijft het een handje en kan ik ook schuiven. Dus je ziet op deze manier: kom ik heel snel tot dat waar ik wil zien, 100% op dat oog. Wil ik nou weer uitzoomen, dan druk ik op de spatiebalk en op de Alt-toets, of de Option-toets. Dan zie je dan: wordt het de cursor een minnetje. En wanneer ik nu een paar keer klik, zo. Dan klik ik weer terug naar, nou in dit geval 16%. Goed, dus zo kan ik dat redelijk vlot doen. Je zou bij mij, wanneer ik naar vensters ga, ordenen, zie je bij dat naast elkaar, zie je F4 staan. En je ziet er ook nog iets anders staan. Alles tabbladen samenvoegen tot, tot één tabblad is F3. En alles afstemmen is F4. Nou, ik zal even op. Deze alle alles tot tabbladen samenvoegen. op klik. Dan zie je weer, dan kom je weer terug in het geheel dat de documenten weer losse tab zijn. Dan ik nu weer even op de tab toets druk. Komt het hele beeld in zicht. Dus nou, met F4 zet ik ze naast elkaar. En met F3 kom ik weer terug naar één foto. Want stel je voor dus dat je met F4 zo al die foto's bekeken hebt en je zegt nou ik wil die foto van lens A bij F5.6 wil ik alleen zien. Dan druk je op F3 en dan zie je daar die foto. En dan kun je dus weer gewoon op inzoomen zoals je altijd doet. Even terug naar vensters ordenen. Hoe komen nu die sneltoetsen F3, F4 en F5 daar? Nou, dat is redelijk simpel. Je gaat naar bewerken je gaat naar sneltoetsen. Je gaat vervolgens naar venster. Even naar beneden. Moet je, moet je wel goed even naar beneden. Want anders zie je ziet hier aan de zijkant. Zie je dat er een hele lange reeks met dingen onderkomt. Dus wanneer je venster doet. en je ziet verder niks gebeuren. Kijk even hier aan de zijkant. En daar ga je naar beneden toe. En dan. Kijk, dan zie je hier alles tot tabbladen. Samen, wanneer je daarop klikt. Op die, op die plaats daarachter. Kijk, je kunt op, over, kun je ergens op klikken. Nu kun je zeggen: Nou, ik maak F3. Dan druk je gewoon op de functie F3. Maak ik tot een sneltoets en naast elkaar, dat is wat we dus mee begonnen met F4, maar wanneer je zegt ik wil F6, dan druk je op F6. Ja, dan maakt allemaal niet uit. Maar in dit geval is het F4 bij mij. Ja, dus dan zeg je oké. Okay. En wanneer je een conflict aangeeft, dan negeer je dat. Want wanneer je die optie niet relevant vindt. En zo heb ik dus ook nog de optie F5, dat is alles afstemmen. Dan zet hij de plaats van waar je bezig bent, dat doet hij ook nog. Dus met F3 en F4 kan ik alles uitklappen en alles samenvoegen. Met F5 heb ik nog een extra functie, laat ik nu even niet zien. En dan klik je gewoon op oké. OK. En wanneer je dat doet, en je... Nou, hier heb ik dus die foto en ik doe even uh, F4. Nou, dan zie je dus, is F4. Ja, F5 is alles op elkaar afgestemd. Dan zijn de zoomverhoudingen uh, afgestemd. En wil ik weer terug naar alle vier, dingen, druk ik weer op F3. Dus waar beginnen we mee? We beginnen in het schuifgereedschap en in het zoomgereedschap... om alle vensters aan te zetten. We kunnen... Meteen eigenlijk beginnen met het maken van die sneltoetsen. Ja, en wanneer we dat gedaan hebben, kunnen we dus heel makkelijk van 4 af of van 9, of hoeveel afbeeldingen het ook zijn. Je drukt op F4 en hij zet ze naast elkaar. Je drukt op F5 en hij stemt ze op elkaar af. Ja, en je drukt op F3 om ze allemaal weer terug te zien. En in- en uitzoomen. Dus doe je door de spatiebalk in te drukken en inzoomen met de controltoets of command toets. En uitzoomen met de alt toets ingedrukt en de spatiebalk. En dan zoom je uit. Dus tot zover het. Ja, uh, ordenen en vergelijken van foto's in Photoshop.